you cook at home? Yeah. Okay, let's go to my kitchen. And we have a little, prepared a little Christmas, a Christmas menu for the people who want an easy Christmas meal. And this year, unfortunately, we don't have any sashimi of pultrug this year. This aquarium, because we like fresh fish. And people can't see, but it's full of dead lobsters. No, the lobsters are still alive. Yeah, but they're all tied up with string. Yeah, because otherwise they cut you in the nose. We gaan een heel erg mooi minuutje maken. You must stand on the right. We start with scampi's met Cajun kruiden. Dan is tussengerecht je Thaise biefsalade. Hoofdgerecht wilden we eigenlijk kalkoen noemen, want het crisis is. Doen we gewoon een klein piepkuikentje. Een prematuurkalkoentje. En we eindigen met oma's toetje. Stoofpeertjes met advocaat en slagroom. Ik zie dat ik naast een Libanese man staat met een mes. But let's start with the piepkuiken. Shall I, you do what I suggest to do with the piepkuiken? Always wash your hands before you cook. Otherwise, it's not hygienic. I have a little cooking shorts that I can prepare the meal. Big boys. So we start with the piepkuiken. I do the same. We start with the piepkuiken, it's heel simpel. You start with the piepkuiken and you open it in the anus. That's the anus. You put your finger in the anus, not the other cup. No, that's not the anus, that's not the anus. That's a vulva. Oh, nee, here's the anus. So you have the anus, here's the anus. This is not the anus. Oh, this is ook onze. Oh, ze hebben twee anussen, heel grappig. Dus de only little chicken with two anussen. Piepkuiken met twee anusjes. Then we put the lemon. And we crush the lemon in four. So, two, four. And then we put the lemon in the little chicken. And ontspan. Ontspan. Yeah. And then we do a little Laurier. What is Laurier? In het Engels? Doe Laurier. Ik moet gewoon Nederlands praten. Het is gewoon allemaal Nederlands. Het wordt allemaal vertaald. En dan pakken we een knoflookje doen we erbij. Do you know what I do when I want to look good in the kitchen? No. I pretend to be George Clooney. And I'm like, how would George Clooney cook in the kitchen? And I have this idea that George Clooney just kind of cooks like that. And drink a lot of black coffee during... a lot of Nespresso coffee, yes. Ik, ondertussen ga ik door, want ik vind het heel belangrijk dat je kunt zien hoe wij koken. Peper en zout en wat paprika poeder om het lekker, dat lekkere dingetje te geven. Nee, dat moet veel. Dat is lekker, dames. Niet zo gierig, gewoon lekker in de paprika poeder. Dus peper en zout, citroentje ingedaan, laurier, wat knoflook. En dan doen we in het overtje. Die gaan we even prepareren, zo'n 20 minuten. Want we gaan zo meteen een Last Christmas diner doen met Mika. Do you like the song Last Christmas from Wham? What, the song Last Christmas? Ja? No, it's actually my most hated... Christmas song. But I prepared special for your this occasion, this last Christmas situation. I invited some friends. I'm sorry, it's just the one song that I hate the most of anything. Cor, how's up with the live music? It's because I invite friends and I want to play the same act that we fall in love again. We didn't fall in love, we are broke out. And you should be split. And jij hebt iemand ontmoet, ik heb iemand ontmoet. En dan hebben we onze vrienden uitgenodigd. En dan ga jij Last Christmas zingen, want je bent alleen maar bezig met andere mannen. En ik wil aandacht. En dat wilde ik dan uitbeelden. Terwijl we met z'n allen karaoke zingen Last Christmas. Ja, er is niks meer van George Clooney van jou over nu, hè? Ja, leg die maar neer, die piepkuiken. Want, I thought... Wat jij, ga jij naar mij... You know what, fine. I'll go with it. Just... Ga je maar je eigen liedje zingen? I only love you when I'm drunk. Geef die kip ook mee. That's okay, I'm A lot of work went into that. Please put it on a plate. You go to sing I love you when I'm drunk, and I will prepare then the second, the main, the second...